Aan de rand van het brood. Hun ouders zeiden: kippenpapagaai heeft altijd tijd, heeft altijd honger. Wij zijn buur van zijn beklauwen. Wij van de buur van de bek. Anders dan je plat, anders breek je je nek. Dan eet je op als een hartige snack. Wat je biedt. Dan keken elkaar aan. De energie van 4 jaar in de maat van gigantisch. Ik dapper dan ga op de uitkijk daar op de uitkijk staan. En na een minuut klonk Daantje zijn stem. De gigantosaurus, daar heb je hem! Ren voor je leven en lust je gauw. De saurus, daar verstop je gauw. Oké, het was de triceratops maar. Vriendelijk, vrolijk en vreedzaam van zin. Gaf je, jullie trapten erin. Hallo mama. Dag jongen. Stekende oefening is erg goed gedaan. Nu ga ik op die rotpunt staan. Al bijna meteen klom Daantjes een span. De gigantosaurus, daar heb je hem! Ren voor je leven en lust je gauw. De saurus, daar verstop je gauw. Daar heb je hem. Kijk, en wie zagen ze daar? Het was de Diplodocus, maar planten eten en vreemdzaam van zin. Javier, jullie trapten erin. Reacties, prima gedaan. Nu ga ik achter die varen staan. 10 tellen later kwam Daantje zijn stem. De gigantosaurus, daar heb je hem! Ren voor je leven en lust je gauw. De saurus, daar verstop je gauw. Het was de stegosaurus, maar bladeren eten en vreemdzaam van zin. Javier, jullie trapten erin. Uitstekend gedaan. Ook deze test. Nu klauter ik gewoon dat doodelnest. Toen klonken ze nog maar als Daantjes een stem. De gigantosaurus, daar heb je hem! Ze hoorden hem wel, maar verroerden geen vin. Ze dachten, daar trappen wij mooi niet meer in. Wie moet echt niet! Dus niet. Speel mijn vin in je eentje. Daar zat kleine Daan in een dodo-nest. Ver weg van zijn vader, ver weg van de rest. En heel in de verte weergalmde zijn stem. De gigantosaurus, daar heb je hem! Zijn vlijmscherpe klauwen, zijn bijtrage bek en altijd trek in een hartige snack. Help, 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 dat was hem, riep Dina. Ik hoorde zijn kaken. Ik hoorde ze kauwen. Ik hoorde ze kraken. Ik hoorde ze malen. Nu was het hem wel. Het einde van Daan, het einde van zijn spel. Al vreten de krepen niet altijd te kloppen. Hij leerde ons wel om de tijd te verstoppen. Daan was verslonden. Het nest was een bende. Toen klonk een geroep van een stem die ze kende. Ik ben het, ik leef nog, ik ben verstopt. Geen grapjes meer, als ik iets hoop,
dan is het waar. Ik roep nu alleen iets waar als iets klopt. Dan stop je een pterodactyl is waar. Ah. En wat? Je zal niet meer liggen, Titaan. Nu ziet hij ze vliegen. De wereld is een toverbal. Geen mens weet hoe hij worden zal. Maar één ding dat weet iedereen: je kunt het niet alleen. Dus zullen we samen iets van moeten maken. De wereld is een mooi maar bewerkelijk ding. Zullen we er samen iets van moeten maken. We praten zus, we praten zo, we roepen ach en wee en o. Maar wil je elkaar echt goed verstaan, dan doe je er wat aan. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. De wereld is een mooi maar bewerkelijk ding. Zullen we er samen iets van moeten maken. Dat het een puinhoop is, zo gaat het zeker mis. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. De wereld is een mooi maar een werkelijk ding. Zullen we er samen iets van moeten maken. Hey, kom maar in de kring. De wereld is een toverbal. Geen mens weet hoe hij worden zal. Maar één ding dat